Bij de uitbreiding van Koning Cup komt er een regel bij. Als er een blokje wordt omgegooid, dan moet het team waarvan dat blokje is deze voor de beurt weer teruggooien in het vak van de tegenstander. Zij mogen daarna de 6 werpstokken pas gooien en moeten eerst het zo net teruggegooide blokje omgooien. Als dat lukt, verdwijnt dat blokje uit het spel en mogen ze de blokjes op de achterlijn weer proberen te raken. En als het team het teruggegooide blokje niet omver krijgt, dan geldt dat blokje als de nieuwe werplijn bij de volgende beurt. Als uiteindelijk alle blokjes om zijn, dan pas mag de koning weer worden omgegooid. Lukt dat, dan win je het spel.